Oh my god, check die chick. Die haar tint gaat gewoon vliegen. Mevrouw. Mooie tint of niet, jongen? Houd je van spinazie? Ik ben even dat gaan zeggen in de keuken. Nee, maat, het is ingest. Goedemorgen, ik ben aan auto 5 en ik heb een afspraak voor een nieuwe radio in mijn auto te plaatsen en dat wordt een met bluetooth en gewone zenders. Ondertussen ga ik gewoon even een Carrefourke doen. Ik heb nu mijn sleutel moeten afgeven, maar ik heb die papieren nog vast. Daar heb ik hier heel een tijd mee moeten rondlopen. Goddammit. Ik heb echt al wat gezien vandaag. Er juist een vrouw die in die winkel stond, die was heel een tijd aan het blijten, aan het wenen. Want die had er iets met een auto en een meneer die in fout was en die wou geen aanrijdingsformulier inschrijven en die kon echt niet stoppen met wenen. Die stond daar heel de tijd aan de kassa, die echt zo haar excuses aan te bieden. Die wou haar verhaal doen, maar die kon niet spreken. Die normaal, nu kom ik hier. Een andere vrouw die hier een gratis 2 plus 2 heeft gekregen, dat ook om het doorgeven. Allee, in ieder geval, ik had 2 keuzes. Ik heb zo'n standaard koffiekoekje, je weet, en dan een kaasstik, een spinaziestik. Ja man, riekt goed. Ik heb dus nog een probleem. Die auto, daar zit normaal een antenne op van achter. Voor de zenders natuurlijk. Maar ik heb die antenne niet. Maar nu heb ik wel gevraagd voor een radio met andere zenders. Dus ik hoop dat, ook al heb ik die antenne niet, dat ik die zenders ga kunnen gebruiken. Want anders heb ik er ook helemaal niks aan. Heb ik er ook wel bij gezegd dat ik anders die ene wil met alleen maar bluetooth. Maar dat zullen we ze beter wel zien. Die dreddy wilt eten, hè. Dat zie je zo. Die gaat zien in spinaziebroski. Houd je van spinazie? Als jij durft dan. Dan komen we verder. Ik ga je niet opeten, vogel. Oké. Mijn auto stond naast deze BMW. Nu niet meer? Ik ga eens kijken of ik wel een shot van die dingen zelf kan maken. My boy. Work in progress. Hey, jongen, dat is Tom van Griek, jongen. Ik zweer het je. Ik zat net aan de andere kant. Hij keek mij in ogen en ik keek gewoon weg. Ik had al een gevoel. En daarna ik draai nog eens om en ik, dat is die ene Vlaams belang, man. Hier aan de Carrefour, man. Oké, dus hij is klaar en ik kan die radio's niet zitten, maar ik kan de sleutel nog niet ophalen. Oké, check it. Oude radio. Ik had zo'n bedrading dus gaan kopen, maar die hebben ze blijkbaar toch niet gebruikt. Dus dat was voor niks doen. Mijnen staan nog in 2. Mijnen staan fucking ver naar achter. Nou, dat is ik benieuwd. Heel benieuwd, ja. Oh. Amai, dat is... Nee, maar geen Vlaamse fucking muziek. Cue music. Niks van. Oké, ik ben zwaar pist. Maar ik ga nu naar huis rijden, want ik kan daar nu toch niks aan veranderen. Hé, excuseer, auto 5. Ja, nee, ik zeg het beat. Dat is 10 keer leuker nu. Let me explain. Het probleem met mijn radio was dat ik had 2 zenders die muziek speelden. Dat was Radio 2 en Minerva. En Radio 2 was altijd de Vlaamse, verschrikkelijkste muziek dat je maar kunt bedenken. En Minerva, dat was oudste. Dat was heel oude muziek, maar geen oude muziek, daar viel echt niet op te vibe. Dus wat ik deed was altijd mijn bluetoothboxje erin steken van achter, maar dat viel altijd uit en laat niet deftig op, dus dat werkte ook niet goed. Nu krijg ik mijn sleutel, ik ga in mijn auto. Het eerste wat ik check is in bluetooth. Ik verbind mijn gsm, ik krijg een pincode op die radio, ik krijg een pincode op mijn gsm, ik koppel. Maar dat werkt gewoon niet. Ik was terug naar die winkel gestapt en ik legde dat uit dat ik dat probleem heb. Plus dat ik, als ik in mijn radiozenders aan naar de volgende aan het gaan ben, bleef dat gewoon altijd psh, 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 bij elke zender. Buiten ene dat dan ineens Cue Music noemde, maar dan gaf dan letterlijk dezelfde muziek van die Radio 2. Hallo! Nog altijd dezelfde bomma, hè? Nog altijd dezelfde lieve bomma, hè? Zonder grijs haar, hè? Inderdaad. Ik zie bruin van mooi bruin van het zonneke, hè? Ja, zeker. Breien en laaien en zo. Ja, ik zie het. Zo hou ik me bezig. En die schoensoep, zo. Dan begon ik te denken, is precies alsof dat die wisten dat dat allemaal niet ging werken zonder die antenne. Maar dat die dan gewoon die post Cue Music hebben genoemd op een of andere manier. Dan begon ik echt zo te flashen. Dus wat doe ik? Ik ga terug naar de winkel. Ik leg dat probleem uit. En die man, die was kei ongeduldig. En die wou precies mij niet helpen. En ik zeg, jawel, dat werkt wel. En wat voor een gsm gebruikte jij? Ondersteunt het dat wel? Ik zeg, ja, de smartphone, ja, de welke? Ik zeg, ja, Redmi K20 Pro. Ik van shit, die radio, ik heb hier 150 euro bekend betaald. Ik dacht, het is helemaal voor niks. Dan hebben we geprobeerd om met die bluetooth te verbinden. En dat lukte ons ook eerst even niet. Maar dan bleven we proberen en drukken en draaien. En uiteindelijk was dat gelukt. En dan zit hij tegen mij... Ja, je slag me nog geen blauwe neus, maar weak the fucking man, hoor. Maar dat hij mij kwam helpen in een auto, was hij ook gewoon
Pak vriendelijk. Ik heb ook 2 uur gewacht daarop. En het duurt normaal zo lang niet. Dus ik had zo daarbij ook nog het gevoel van, joh, hebben die mannen het zelf moeilijk. Toen ik daar voor de eerste keer naartoe ging, naar die auto 5, zeiden die ook van, ja, dat is een MX-5, dus jij moet een speciale bedrading gaan kopen, hier wat verder. Dat ben ik dan ook gaan doen, dat heb ik vorige keer in de vlog ook verteld, met de birthday vlog, denk ik. Ben die gaan kopen en ik zei, ja, die liggen daar, gebruik die maar. Dus ze hebben die uiteindelijk gewoon niet gebruikt. Dus ik had geen posters, die Bluetooth werkte niet, die bedrading was niet gebruikt, terwijl die zei dat ik dat moest kopen. Dus ik dacht, van, nee, maat, dit. Nu ben ik vandaar naar mijn bomma gereden. Met Mac Miller op. En niet door mijn boksen achter dat constant uitvalt, maar deftig door die radio. Echt zalig, man. En dan ook heeft hij een microfoon geïnstalleerd, zodat ik kan handsfree bellen. Hij wist ook niet eens dat erbij zat. Die zit hij ineens, ja, die bedrading zit zo en zo. En ik, ah, micro. Altijd goede soep bij de bommen, hè. En als ik dat dan meebreng, dan denk ik, ja, als een Anthony dan komt, dan heb ik iets op tafel te zetten. 9 kansen van de 10 als ik wegga. Gaat dat gordijntje nog even open? Deze keer niet, of wat? Hier, Seth, doe maar. Yes. Mijn pit nog. Ik kreeg gisteren weg en ik dacht van, ik heb die pit nog op. Ja, jongen. En ik dacht gisteren nog in de auto dat ik deze beat niet vergeet. En ja, dan die snap ineens. Ja, maar je hebt een troeje, man. Even voor de vlog van morgen. Meneer Burabas! Je verschiet ervan, dat zijn boxers van 1999. Ja, fuck, man. En die klinken zo goed. Ah, klinken die goed? Die klinken fucking goed, man. Dat is precies zo dat echt kwene jong bij is. Dat is ziek. Oh, jij hebt er een. Oké. Goeiedag. Yo. Let's go. Back in the house. Dus, hij heeft mij even opgebeld. Ik was niet blij dat jij net gebeld, want ik was net out of ideas om te doen. Dus dat is net goed. En als eerste pintje terug gaan wij iets. Ja, maar ik ben met een auto, dus ja. Ik zal wel gewoon een ijsje pakken of zo. Even dag zeggen, want wij gaan nu dus naar de Schipper, waar ik werk. Heb gewerkt, nu heel weinig, maar waar ik nog terug ga werken. En daar gaan we even iets drinken. Yes. En ik wil zo een beetje filmen van de keuken of zo, maar ik denk, ik weet niet dat ik mijn YouTube doe daar. Maar boys, tot ze biedt. Ja, mooi. Ik ben even dag gaan zeggen in de keuken. En, oh. Doei. Ik heb nog een beetje zo. Zoveel als je kunt, joh. Allee, maat. Oké, dus die camera is echt... als je veel inzoomen, dan is dat een goeie. Maar op zich, dat is wel een goede vlogcamera, hè, zo? Ja, sowieso met dat schermpje. Maar ik bedoel zo van 1080p, hoeveel FPS heeft hij dan? Of 4K, hoeveel? Nee, het is gewoon 1080, maar eigenlijk ken ik er niet veel van. Als zij zo blijven doorpraten, ga ik ze biedt die camera bestellen. Ik voel hem even niet, man. Moet jij even rijden? Ik zou wel het jas geven, zo. Ik doe wel deze shit. Nee, dat is weg. Met jij maar, man. Ja. Nee, niet moeilijk doen. Ik heb al genoeg, ik heb genoeg gedronken, dus ik mag niet rijden. Soms krijg ik niet. Ja, ah, nu wel. Ik gewoon zoeken hoe dat die banden staan. Oké. De boksen. Boksen van 99, maar ik ben ook niet meer zeker van, want die klinken zo goed. Maar dat kan wel zo. Hij is geïnteresseerd, ziet hem mij. Ja, jongen. Oh. Maar ik heb boksen ook van de jaren 70 in mijn kamer, analoog, en dat is fucking goed. Oké. Okay. Oh my god, check die chick. Die tent gaat gewoon vliegen. Die zit daar aan een tafeltje. En dat vliegt gewoon. Ik kom gewoon helpen, jongen. Hé, maar niet zo smijten met mijn deuren, jongen. Ik ook echt zo content. Mevrouw, we zullen nu even een handje helpen, hè. Oei. Oké. Gaat dat met 2? Of moet ik echt... Oké, hier. Oké, de poort nog wel kijken. Oké. Nee. En dan word ik dat niet meer zo... Nee. Doe niet. Hij zit zo in die auto zo... Content. Normaal bij het slotfeestje voor de kinderen- en jeugdjury. Okay. Kinderen die dus boeken lezen en die jureren. Ja. Daar hebben we in een zaal, normaal, met snoep en allemaal lekkers bij. Maar nu gaat dat niet met corona. Nee. En dus doen we hier overal een spelletje aan al de kraampjes. Okay. En ze krijgen een zak mee naar huis met van alle cadeautjes in. Ja, ah, en vandaar dat die boekjes hier. Ja. Dan zijn jullie lang genoeg om dat hier boven los te maken? Dat denk ik wel. Oké. Okay. Dat is wel nice, man. Hai. Dat is ziek, hè. Mannen zijn geïnteresseerd. Motorcontrole? Motorcontrole? Ziet er niet goed uit. Amai, dit shot. Nee, maar
Die is zijn rijbuis. Ede, Cedric! Hé, Cedronk! Dat is die een dude waar ik al deze mee samen heb gedaan. Oh, echt? Ja, die rijdt hier even voorbij. Ja, maar ja. Hey, jongen, ik heb een nieuwe radio, jongen. Mooie antenne of niet, jongen? Ciao. Ciao. Later. Hola. I am big. En I'm hungry. Oké, ik ben thuis en heb op het moment niet veel zin om te koken, dus ik ga gewoon deze dingen. Ik moet zeggen, na alle moeite, de radio is goedgekeurd. Echt top, joh. Wauw, ook gewoon vet dat dat van Pioneer is. Gewoon zo. Pioneer. You know what I'm saying?